dag. Vorige week zat ik geloof ik op 66,4. Dus we gaan het zien. Maandagochtend, weegmomentje. 69,3. Ja, ja. Half kilootje en vetjes eraf. Nou, zijn we zeer content mee, hè? Toppie. Even voorbereiden op het koude weer. Op de motor. Love my socks. Zo, ik ben weer onderweg naar motorrijles. Gelukkig schijnt nu het zonnetje een beetje, dus ik hoop dat het blijft, want anders dan is het niet te houden. En ik heb volgende week al mijn examen. Echt, ik schijn in mijn broek. We gaan even door. Ik zit niet te kakken. En nee, dit is geen nieuwe vorm van Art Deco. Dit hebben we niet uit de VT Wonen afleveringen gepikt. Dit is een gevalletje van mijn boormachine is tijdens het ophangen van deze toiletrolhouder mij een gaatje erbij opgehouden. En ik vind het een beetje groot om daarvoor een nieuwe boormachine te kopen op het moment. Maar dat gaan we vandaag fixen. Niet met een boormachine, maar met een bidon kit. Zoiets. Laat hem even drogen. Straks hier het bovenste randje nog eventjes mooi afkitten. En dan denk ik dat we een prima toiletrolhouder hebben. We gaan vandaag proberen heerlijke, hopelijk heerlijke basisbroodjes te maken. Koolhydraatarm. Er zou maar 0,8 koolhydraat per stuk in moeten zitten. En we missen brood. Dus we gaan proberen een zoet broodje te maken en een kaasbroodje. 20 gram roomboter, gesmolten met een snufje zout. 23 gram zou ook niet verkeerd zijn, toch? Verwarm de oven voor op 175 graden. Ja, heb ik al gedaan. Vet twee Yorkshire pudding vormen goed in. Nou, daar hebben we onze eigen variant van. Maar dat zijn 8 rondes van circa 10 centimeter. Oké. Okay. Dat. Smelt roomboter op laag vuur. Meng alle ingrediënten behalve het water. En water konden we eventueel ook vervangen door Griekse yoghurt, kark, soja of amandel. 2 eetlepel amandelmeel. Bij Ravi. Grote business. 2 eetlepels kleinzaad. Kleinzaad. Maar moeten we even zeggen, hè? Anders dan bij de inkeltuin. Ze kregen hem niet gescand, dus we zijn ze alleen maar mee. Kijk, zo kan het ook, hè? Misschien niet handig dat we dat in de vlog doen, ik word zo slaag. Weet je dat ik vroeger. Dan ging ik naar de koelkast en dan stond er een bakker boter en dat was zo.
geen boter. Dat ziet er prima uit, lijkt me. Daar gaan wij zeker wel van smullen. Zit het broodje? Ik ga in ieder geval weer iets wat het brood lijkt. Goed gekeurd. Bravo! Hi. Hi. We hebben weer Haagse Brugrepetitie, twee keer in de maand. En dat mogen we doen bij CL. Hey, Hassan, twee. Casey. Hi. Hi Kees. Petje. Hey. Petje. Dus we hebben repetitie en dat mogen we doen bij CLE Dance Studios. I'm gonna go get some.